First leg, it's John to throw first. Game on. Walton gaat de partij beginnen. En ik heb de gemiddelden van gisteravond er nog even 89. Bijgepakt. En daaruit blijkt dat Walton het hoogste gemiddelde had van iedereen gisteravond. Gemiddelde van 94 per beurt. 43. Daarmee was hij de beste. Vlak voor Remco van Eijden en Ross Montgomery. Alleen Walton en Van Eijden kwamen tot een gemiddelde boven de 90. 140. En dat valt toch wel een beetje tegen. Ja, het format is kort. En het is zeker in die eerste partijen vaak nerveus. 140. 85. Het is weer lekker gevuld in Hotel Zuiderduin. Je kunt het ook zien. Er zijn nog wel wat plekjes over, dus als u vanmiddag of vanavond 43. Niets te doen heeft, zou ik zeggen, kom gezellig naar Egmond aan Zee toe. Het is hier prachtig. Als je buiten kijkt, de sneeuw heeft er een mooi plaatje van geschilderd. 41. Voorlopig is het Walton die het initiatief 43. Heeft. 43. John, you require 146. 146 voor Walton. Met triple 18 laat hij de belacht over. 130. En die gooit hij precies. Dus dat past. Douglas gaat wel een finish overlaten. Walton mag als eerste richting de dubbel 8. John, you require 16. Die is gevonden. Dus is daar de 1-0 voorsprong voor de man uit Yorkshire, John Walton. Douglas komt uit Gillingham, ook in Engeland. 136. Is zeker niet zo ervaren als Walton. Deed twee keer eerder mee hier op de Zuiderduin Masters ook. 135. 2010 en in 2011. Beide keren kwam hij niet voorbij de poolfase. In 2010 zat hij in de pool met Robbie Green en Daryl Fitton. Dus dat is zeker geen makkelijk poeltje ook. 140. Vorig jaar in de pool bij Dean Winstanley en Wesley Harms. Douglas won toen wel van Harms. Walton met de eerste 180 van vandaag. Gisteren had hij er ook al één. Dus dat brengt zijn totaal op 2. 58. Steve, you require 135. 135 voor Douglas. Eerst voor de boel. Dan triple 20 en bullseye nodig. Die zit er ver vandaan. En dus komt Walton terug. 83. John, you require 128. 128. Ook hij een triple 20 nodig voor bullseye. En ook hij gooit hem niet. 56. Steve, you require 52. Douglas wil naar tops. En die vindt hij ook. Game shot. And a second leg. En zo Steve Douglas. Is het evenwicht third hersteld. Beide mannen hun eigen lek gehouden. 1-1. Eighty-three.
140. Maar het is nog wat tam in de zaal hier. Het is nog vroeg natuurlijk. 91. Half 1 geweest. Mensen hier moeten ook nog even een beetje in de sfeer komen. 85. Sixty. Twee triples voor Douglas. Zorgt ervoor dat de heren weer dicht bij elkaar staan. Walton mag als eerste. Hij vindt de triple niet. 57. Douglas ook de kans. Steve, you require 136. Twee triples nodig om naar een dubbel te mogen. Kiest voor de 16. Ja, het is een keuze. Hij wil graag naar tops toe. Twee keer triple 16. Laat dan tops over. Johnny requires 78. Walton kijkt naar de triple 18. Oeh, die mist hij ruim hoor. Te ver gepusht. Triple 14 dan voor dubbel 16. Ook dat niet. Ja, en zo wordt dit wel heel slordig wat we hier zien. En ook die 24. Laatste. Het gaat niet waar die in moet komen. Eens kijken of Douglas wat accurater is. 20 en bullseye. De eerste pijl zit er goed voor. Kan die hem daar opleggen? Nee. 46. John, you require 54. Walton naar tops. Nee, 34. Ook dat niet. Ja, en het publiek Steve is nog niet helemaal 49. Bij de les, maar de beide spelers hier op het podium lijken ook nog niet helemaal wakker te zijn. Douglas gaat weer naar tops toe. John, you require 20. Yes, that's game shot. And the third leg. John Walton. De leg gaat uiteindelijk naar Walton. Game on. Het kost de mannen veel pijn en moeite. Nou, Douglas begint een beetje de richting te vinden nu. 139. Tweede beurt op rij met twee triples. 60. Zorg ervoor dat Douglas in ieder geval een ruime voorsprong heeft. 136. Want dit is zijn derde beurt met twee triples. En Walton kan deze leg dus gevoeglijk afschrijven. 59. Steve, you require 90. Een 13 om tops over te laten. 50. En dat lukt. 140. Kom wel met een 140. Van Douglas naar dubbel 20 toe.
Nu 15 darts. En een keurige leg van Steve Douglas. Fifth leg, it's John to throw first. Game on. Die dus als vierde geplaatst is, Steve Douglas. Heeft alles te maken met het constante presteren van deze man. Het is geen echte winnaar. Althans, dat heeft hij tot nu toe nog niet bewezen. Maar het is een echte journeyman. Hij gaat overal naartoe zo'n beetje. En sprokkelt de punten bij elkaar. En als je dan vaak genoeg hoog eindigt in die toernooien, halve finales, kwartfinales, dan kun je dus een end komen. Ja, het zijn niet de mannen, normaal gesproken in ieder geval, die dit toernooi gaan winnen. 39. Het is ook niet constant genoeg wat Douglas doet tot nu toe. En ik denk dat als Ross Montgomery in de zaal zit hier, hij 100. Geen slapeloze middag zal hebben in de wetenschap dat hij vanavond nog tegen Douglas moet spelen. Maar goed, vanavond is weer een nieuwe avond. 100. Dit is Jamie Fambach, de caller die zijn debuut maakt dit weekend op Zuiderduin. 125. Tot nu toe doet hij het prima. Douglas gooit zijn eerste 180 van vandaag. Terwijl Walton naar dubbel 16 gaat. Twee keer dubbel 8. Is 21. Niet gelukt. Steve Require 61. Dus Douglas voor 61. Triple 7 en tops. Of kiest hij voor de boel? Triple 7 en tops. Ja, en die dubbel 20, die bevalt hem tot nu toe prima. Steve Douglas. Daarmee weet Walton nu Douglas 3 legs heeft, dat hij in ieder geval morgen niet terug hoeft te komen. Het is voor Walton 60. De negende keer dat hij meedoet hier in Egmond aan Zee. Van de vorige 8 keer haalde hij maar 1 keer de kwartfinale. Dus 1 keer maar kwam hij de pool door. 59. En dan mag je toch gerust zeggen dat hij dit toernooi niet als zijn favoriete toernooi zal aanwijzen. 100. Hij wint overigens ieder jaar bijna wel altijd 1 wedstrijdje. Want 17 wedstrijden gespeeld op dit podium. En toch nog 7 gewonnen. En dat terwijl hij dus nooit die pool doorkomt. 190. Douglas voelt ook een beetje de bevrijding. En Walton. Kijk, dit moet de zaal dan een klein beetje in de stemming brengen. 2 keer 180, beide mannen eentje. En een prima leg van Douglas. 161 voor Walton, triple 17 en bullseye John Walton. 136. Gaat iets sneller gooien, iets meer ontspannen. En dat lijkt te helpen, Douglas. Om het in 11 darts te doen, via dubbel 20 weer. En dan is dit de keer waar hij gemist wordt.
21. Ja, ook Walton mist. Stevie require 40. Dus krijgt Douglas wel de herkansing. Dubbel 10. 20. Maar nee. John, you require 4. De kansen zijn niet besteed aan Steve Douglas. Die scorend wel los aan het komen is, maar finishend dan ineens weer steekjes laat vallen. En dat geeft Walton de kans om toch John Walton nog wat te maken van deze wedstrijd in ieder geval. 7 leg. It's John to throw first. Game on. Forty-three, 139, 85. Thirteen, 59, 123. Weer in een leg die Walton is begonnen, is het Douglas die als eerste naar een finish toe kan gaan. 81. En dat ook doet Walton naar de 19 om sowieso een finish over te laten en dan pakt hij naar de triple 7. Dat betekent geen finish over. Douglas, triple 20 erin, triple 15 voor tops. Dat niet, maar hij weet ook dat hij nog een keer terug mag komen. 85. Omdat Walton geen finish over heeft gelaten. Steve, you require 60. 20 in tops voor Douglas. 10. 40. Nee. John, you require 110. Gaat allemaal niet zo makkelijk bij Douglas meer. De dubbels. Walton is nog niet zover dat hij op een dubbel mag gooien. 40. Steve, you require 20. 20. Hij gaat naar dubbel 5 inmiddels. Yes, en die vindt hij. En een 7th leg. Een oerkreet van Douglas. 8 leg. De 4-3 voorsprong. First. Game on. Beide mannen 2 keer 180. Dat zijn mooie cijfers, maar de rest. Ach ja, Walton net boven de 80 gemiddeld, 60. Douglas 84. Ik houd er altijd maar op dat het te maken heeft met het korte format dat hier in de pools wordt gespeeld. Maar 60. Niveau tot nu toe, om een paar uitzonderingen na, is toch echt niet om over naar huis te schrijven. 6 spelers die een gemiddelde laten noteren dat onder de 80 ligt. 140.
60. Voor Douglas is het nog wel belangrijk dat hij deze partij wint. Dan weet hij in ieder geval dat hij vanavond in een rechtstreeks duel 85. Met Montgomery gewoon genoeg heeft aan een overwinning. En dan maakt het niet meer uit hoe groot die overwinning is. Walton lijkt nog wel wat 85. Aan de score te willen doen. John, you require 131. Steve, you require 48. 48 voor Douglas. Om de partij winnend af te sluiten, mag hij andermaal naar dubbel 20. En nu gooit hij hem wel met de eerste pijl. En dat betekent dat Steve Douglas met 5-3 wint van John Walton. Dat zijn dezelfde cijfers als gisteravond van Ross Montgomery tegen Walton. Vanavond Douglas en Montgomery in een rechtstreeks duel voor wie er naar de kwartfinale mag.